als uitgever van Kaart en Haaf ging ik ongeveer een maand geleden een beetje met bezwaar gemoed naar Dichters in de Britse Tuin. Want ja, dat bestaat al heel wat jaren en dat was Karel ook altijd. En hij heeft daar ook ontzettend veel opgetreden. En ik maakte altijd in ieder geval even een praatje met hem. En ik wist, ja, hij zou het dit jaar niet zijn. Dus dat maakte mij toch een beetje, het is op een of andere manier een beetje anders dan anders. Maar goed, ik kom op de Britse Tuin. En ik groet daar de mensen die je kent. En ik kom daar bij de stand van het antiquariaat. Waarop de antiquaire met een wijze baard tegen mij zegt, zo wijzend over zijn stand: hier ligt Karel ter Haaf. En het duurde even voor het kwartje bij mij viel. Maar toen begreep ik ineens dat ja, zijn hele poëzieverzameling naar het antiquariaat was gegaan. En daar lag. En gedurende het festival kwamen er ook steeds meer ja, collega-dichters van Karel erachter van hé, hier ligt de bibliotheek, de poëziebibliotheek van Karel. En mensen gingen kijken, mensen raakten onder de indruk. Ik was er ook. Mensen raakten onder de indruk eigenlijk om verschillende redenen. Voor de hand liggende reden was, of de reden ook via zeg maar, die, wat je als eerste zag, was de enorme omvang van die verzameling poëzie die er lag. Niet alleen in hoeveelheid, Karel had gewoon ontzettend veel poëzie, maar ook in uitgebreidheid van zeg maar, de soorten poëzie. Dat blijkt ook heel erg voor Karel. Ze hebben elkaar bijvoorbeeld ook in de dichtclub heel erg leren kennen. Ook al was hij zelf heel specifiek nog bezig met zijn manier van poëzie doen maken die heel uniek is. Zijn bewondering voor poëzie hield niet op bij zijn, ja, bij zijn eigen bubbel, zou ik even willen zeggen. Maar het was veel breder dan dat. Het tweede wat er gebeurde met die grote poëzieverzameling van Karel ten Haaf die daar in die stand lag, was dat mensen hun eigen bundeltje zich gevonden. Tjeer Bruinjaar zei op een gegeven moment, hé, dat is mijn debuutbundel. En hij sloeg hem open. Ach, ik heb hem gesigneerd voor Karel. En Daniel deed wel ook even kijken. Hé, mijn bundels. Ik heb ze gesigneerd voor Karel. Maar ja, je gaat al. Zo ging de een naar de andere bundel open. En ja, ze bleken ook enorm gesigneerd te zijn. Dus het werd heel druk bij die stand. Mensen waren toch wel erg benieuwd wat staat er allemaal in. Wat hebben wij destijds aan Karel geschreven als signatuur. En ja, de antiquaire hebben we ook al blij gemaakt, want er zijn heel veel boeken weer teruggekocht door de dichters die het ooit aan Karel hadden gedaan. Ja, en toen bleek ook dat Karel heel erg van de poëzie was. En misschien wel wat minder van de andere dingen. Ik stond daar ook, en ja, mensen weten natuurlijk dat ik dan de uitgever van Karel ben. Dus op een gegeven moment kreeg ik dingen in mijn handen gedrukt. Dingen die ook in die boeken zaten. Zoals een ongeopende ING-brief van de heer Karel ten Haaf. Die blijft ook ongeopend hoor, kan ik beloven. Zoals, die vond ik ook heel erg leuk. Namelijk een nieuwjaarskaartje van uitgever naar Passage. Gericht aan Karel en Marjan. Ik zal even spieken welk jaar dat is. Oh, dat heb ik niet echt blijft. Nou, dat kan ik dus niet zeggen. Hij zat zo goed verstopt in het boek, in het dichtbundel, als ze op bladwijzer. Dat ik dacht van ja, Karel is al heel erg met de poëzie bezig, maar heeft hij überhaupt ooit wel doorgegeven dat ik Karel en Marjan een goed jaar wens. Ik neem maar aan dat het verder dat jaar heel erg goed gekomen is. Nou, ik vond dat beeld heel erg typerend voor Karel om dat zo te zien in die stand. Ik weet ook zeker dat als ik ooit, dat ga ik natuurlijk wel doen, weer naar het antiquariaat ga en naar de poëzieafdeling ga kijken, dat ik nu toch niet kan nalaten of er een aanbeveling voor Karel ten Haaf staat. En ja, gezien de enorme hoeveelheid poëzie die Karel verzamelt, is dat natuurlijk helemaal niet zo gek dat dat een keer zo zou zijn. Verder
kan ik ontzettend veel mooie en goede herinneringen over kaarten ophouden. Maar ja, daar ben ik nog een uur bezig en daar wil ik me dan niet mee vervelen. Wat ik heel erg jammer vind, dat kaarten niet is uiteraard, maar dat ik zijn komst naar de uitgeverij zal missen. Zo'n beetje één keer in een half jaar maakte hij een afspraak en wilde hij langskomen op de uitgeverij. En dan had hij altijd een hele lijst met mogelijke boeken bij zich. Soms wel 10, 20 mogelijke boeken. En die legde hij mij, wou hij mij allemaal vertellen. Hij wist ook wel van drie kwart dat ik zou zeggen dat is niks voor mij. Maar er zaten altijd leuke dingen bij. Ja, en er waren allerlei natuurlijk. Er zat één heel leuk plan bij om nog eens iets heel moois met zijn bibliofilie te gaan doen. Het spijt me dat dat er niet zal komen. Maar nou ja, we hebben de herinnering en we hebben het dicht bij ons. We blijven naar kijken. Ik ga nog even zeggen dat ik na dit praatje meteen verdwijn. Dat is niet omdat ik het niet aardig vind, maar ik heb ook hier tegenover nog iets bij een kraam van de Dag van Noorden. En ik zeg, blijf toen uitgeven ook dat ik wat extra boekjes van Karel heb meegenomen. En zoals Karel ze vroeger voor 10 keer goed verkocht, doe ik dat dan straks ook bij die sterrenmarkt. Maar ik ben in ieder geval daarom. Dankjewel voor je aandacht.